We zijn bij Jan-Pieter Heijen, bij de school De Vaart. 10 weken lang hebben de leraren en het onderwijspersoneel de leerlingen gemist. Maar hebben de leerlingen ook het onderwijs gemist? Ik zou het niet weten, maar we gaan het ze wel vragen. Kom mee! De Vaart is een school voor speciaal onderwijs. Hier zitten allemaal leerlingen die iets moeilijk vinden in hun gedrag. Dus ze hebben een gedrags- en of ontwikkelingsstoornis. En daarnaast hebben ze allemaal een wat lagere intelligentie. 10 weken, 3 maanden geleden heeft het coronavirus greep op Nederland eigenlijk gekregen. En dus, net als alle scholen in Nederland, werden wij op zondag verrast dat op maandag de scholen dicht zouden gaan. Toen de school werd gesloten, ik vond het wel op zich begrijpelijk. Maar ik dacht wel van, dat is wel jammer. Moet ik de kinderen missen? Hoe lang gaat het duren? Wat ga ik doen de komende tijd? Wat kan ik doen voor de school, voor de kinderen? Uiteindelijk kon ik wel heel veel lesjes bedenken en uitvoeren voor de kinderen om te maken. Dus we hebben filmpjes gemaakt met een aantal onderwijsassistenten waarin challenges zaten. Dus konden de kinderen challenges doen thuis. Knutselopdrachten hebben we gemaakt voor ze met filmpjes, zodat ze die thuis konden maken. We hadden een beetje allerlei leukere activiteiten. We hebben ze ook papierwerk gestuurd om te kunnen doen. Maar het is toch moeilijk. Hè? Je wil kinderen thuis niet overvragen. Je wil vooral ook graag dat het thuis goed blijft gaan. Ja, we hebben online lessen gehad. Maar soms hadden we er echt geen zin in. En we hebben ook kinderen schema. En dan moest je dat volgen. Maar het eind van de week of zo heb ik niet meer geleerd. We gaan nu wel steeds harder werken omdat we nu geen eindtoets hebben. En we hebben nu gewoon het niveau wat we hebben gekregen. Wij hebben niet echt veel regels. Maar de tijden zijn natuurlijk wel veranderd wanneer we opstaan en zo. Nu hebben we ook veel meer rustmomenten. Nu mogen we niet met de andere kinderen van groepen vanwege corona. Maar binnenkort mag het dan wel weer. De sfeer in de groep na corona is heel goed. Tuurlijk, je begint opnieuw. Het lijkt een beetje alsof je zomervakantie hebt gehad, maar weer opnieuw begint. Alleen wel met dezelfde klas. Maar wat vooral is, kinderen waarderen het meer dat ze weer naar school gaan. Want ze hebben nu ook wel gemerkt dat alleen thuis zitten, tuurlijk is het leuk. En je kunt wat meer spelen, maar ze mochten ook wel heel veel niet. En ze waren wel heel erg beperkt in wat ze mochten. En ze waarderen wel heel erg, voor mijn gevoel in ieder geval, wat ze nu weer wel hebben. Ik ben blij dat ik naar school ga. Omdat ik dan weer vriendjes kan zien en met juffrouw kan werken. Na de vakantie verwacht ik eigenlijk niet dat er heel veel gaat veranderen. In ieder geval niet voor onze leerlingen. Sterker nog, een aantal dingen die wij naar onze leerlingen hebben uitgezet. Bijvoorbeeld de kiss and ride bij taxis, waarbij kinderen worden gehaald en gebracht. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. 2 shifts naar buiten in de pauze, dat vinden wij heel fijn werken. Dus sterker nog, ik denk dat wij daar hopelijk dat er een vaccin komt voor corona, maar dat wij er daarna misschien nog wel mee doorgaan. Geen schoolreisje dit jaar, maar wel heel veel leerlingen die geen lesachterstand hebben opgelopen. Maar als u nog meer wil weten over het coronavirus, mail dan naar corona@plurijn.nl en dan komt alles weer in orde.